Dames en heren, we staan nu in de Johannes Postumusstraat nummer 15. Een enorme opkomst. Dat heeft een reden. En Jos Pothof zal voorlezen waarom dat zo is. Hier herdenken wij de familie Rijper en de bij hen inwonende onderduiker Van Dijk. Hier woonde dus in de eerste plaats Sjouke Rijper, gefusilleerd de Leusderhei. Op 28 november 1944, op de leeftijd van 60 jaar. Dominee Sjouke Rijper werd geboren op 12 september 1884 in Amsterdam. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Catharina Ros. Hij had zich na een loopbaan in het onderwijs en als predikant, in Argentinië en in Nederland, als emeritus predikant gevestigd hier in Amersfoort. Zijn zoon Frans werkte als volontair bij het kadaster en kwam daar in contact met de illegaliteit. Klaas Rijper, een broer van Frans, en Hendrik van Dijk, een bij hen verblijvende onderduiker, volgden Frans in het illegale werk. In hun woning hier verborgen zij wapens, hetgeen hun moeder wel wist, maar vader Rijper niet. Vader Sjouke bemoeide zich niet met zulke bijzonderheden, want hij beschouwde dergelijke activiteiten als een voor de hand liggende plicht. Klaas, Frans en Hendrik werden verraden en gearresteerd. En nadat Cotella, de beul hier van het kamp Amersfoort, bevel had gegeven om Sjoukes beide zonen en ook Henk van Dijk te fusilleren, besloot hij ook de dominee niet te sparen. Wegens hulp aan onderduikers en het in huis hebben van wapens werd hij op 16 november 1944 gearresteerd en op 28 november 1944 op de Leusderheide vlakbij kamp Amersfoort gefusilleerd. De dag daarna, op 29 november 1944, werden zijn vrouw Anna en hun drie dochters Jo, Mien en Treini en zoon Johan ook nog even opgepakt. Anna en de drie dochters werden op 23 januari 1945 vrijgelaten. Maar Johan pas op 17 april 1945, vlak voor de bevrijding. Dochter Jo werd op 15 februari 1945 voor de tweede maal gearresteerd en overgebracht naar de vrouwenafdeling van gevangenis in Utrecht. Daar werd zij tot 29 april opgesloten in cel nummer 160. En hier woonde dus ook Klaas Paulus Rijper, gefusilleerd op de Leusderhei op 18 november 1944, 22 jaar oud. Klaas Paulus Rijper werd geboren op 3 oktober 1922 in Emmen. Klaas was ongehuwd en werd door toedoen van zijn broer Frans betrokken bij het sabotageacties en overvallen op distributiekantoren. Op 16 november 1944 werden Klaas, Frans en Henk van Dijk, die hier zat ondergedoken, gearresteerd door de beruchte Amersfoortse politieagent Diederik Lutke Schiphold, daarbij geholpen door een handvol landwachters. Na twee dagen worden Klaas, Frans en Henk op 18 november 1944 gefusilleerd op de Leusderhei. Hier woonde de tweede zoon, Franciscus Gijsbertus Alexander Rijper, gefusilleerd ook op de Leusderhei, ook op 18 november 1944, en hij was nog maar 18 jaar oud. Franciscus Gijsbertus Alexander Rijper werd geboren op 12 januari 1926 in Emmen. Frans was ongehuwd en werkte als volontair bij het kadaster in Amersfoort. Daar kwam hij in contact met de illegaliteit. Zijn broer Klaas en Henk van Dijk, de onderduiker, die volgden Frans en hielpen mee om wapens te verbergen. Wie de familie heeft verraden, is onbekend gebleven. Frans werd op 16 november 1944 gearresteerd en naar kamp Amersfoort overgebracht. Op 18 november 1944 werd hij,
tegelijk met zijn broer Klaas en de onderduiker Henk, gefusilleerd op de Leusderhei. En hier woonde dus ook, verbleef de onderduiker Hendrik van Dijk, gefusilleerd ook op de Leusderhei op 18 november 1944 en ook hij was slechts 18 jaar oud. Hendrik van Dijk werd geboren op 6 augustus 1926 in Naarden. Hij was student en of timmerman en verbleef als onderduiker hier bij de familie Rijper. Op 16 november 1944 werd hij tegelijk met de beide zonen van dominee Sjouke Rijper, Frans en Klaas, gearresteerd en op 18 november 1944 op de Leusderhei gefusilleerd. Dankjewel. Er zijn hier meerdere vertegenwoordigers van de familie Rijper. Mag ik enkele vertegenwoordigers daarvan naar voren vragen om de stenen schoon te vegen, te onthullen en ook om de anjers en de steentjes neer te leggen. Dus ik weet niet wie van u dat gaat doen, maar treed naar voren en met elkaar of alleen. Ik ga dat doen? Ja, met elkaar? Met vier achter. Neven en achternichten wordt het onthuld. Ja. Misschien mag ik ook nog een klein woord zeggen. Klein woordje zeggen. Want lieve familie, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is heel hartverwarmend en troostend dat wij hier met zoveel familie samen zijn bij het ouderlijk huis van onze familie Rijper. Waar wij hen mogen gedenken om wat zij hebben moeten meemaken in de oorlog. Voor mij is deze plek, dit huis, vooral een herinnering aan een heel gelukkige jeugd. Wat hier allemaal is gebeurd in de oorlog, dat kregen wij kinderen niet zo mee eigenlijk. Mijn vader, Johan Rijper, die hield van het leven. Vol van zijn liefde van mijn moeder en ons kinderen leek zijn leven zo perfect zonder zorgen te zijn. Maar als ik nu terugreken, was die dramatische oorlogstijd toen ik nog een schoolkind was, voor hen nog niet eens zo heel lang geleden. Vandaag zijn wij met dank aan de Stichting Herdenkingstenen die dit mogelijk hebben gemaakt, bij elkaar om vier stenen te onthullen. Zodat wij weten en nooit meer vergeten dat de familieleden hun kostbaarste bezit, hun leven, hebben moeten geven voor onze vrijheid. Mag ik de vier namen noemen? Mag de vier namen. Ik noem graag onze opa, overgrootvader, dominee Sjouke Rijper. U allemaal bekend als dominee Rijper. Hij wordt opgepakt naar kamp Amersfoort met zijn vrouw en de kinderen die op dat moment thuis wonen. Op 28 november wordt hem verteld dat hij naar huis mocht. Maar al snel had hij door dat die wandeling de andere kant op ging. En even buiten het kamp werd hij gefusilleerd op 28 november. Onwetend wat zijn zoon 10 dagen eerder al was overkomen. Esther, wil jij het onthullen? De onthulling heeft inmiddels plaatsgevonden. Op de roos, ja. Anja. Bij elke steen 1 Anja. Ja, wie? Oh. Eline, jij graag een Anja. En achterneef Jelmer. En achterneef Lennart. Bij Klaas Rijper hebben we een Anja neergelegd en bij Frans Rijper en bij Hendrik van Dijk. 2 dagen nadat ze zijn opgepakt worden de 3 jongens eerst voorgehouden dat ze naar een werkkamp in Nooijekammer worden gestuurd. Maar ze worden zonder dat de familie dit weet afgevoerd naar de Leusderhei en gefusilleerd. De familie komt daar pas na de oorlog achter. Vol vertrouwen in God die hen helpt, moet de familie verder. Maar in de wetenschap doet dat ze kunnen schuilen bij hun God. Ik zou graag vragen of Mirjam, ook een achternicht, nog de laatste psalm 31 wil voorlezen. Want dat is de preek die dominee Rijper op laatst heeft nog gehouden in zijn kerk. En daarna was hij er natuurlijk niet meer. Bij u, Heere, schuil ik. Laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij haastig. Wees mij tot een beschuttende rots. Tot een sterke vesting om mij te redden. Want gij zijt mijn steenrots en mijn vesting. En om uw naam wilt
zult gij mij voeren en leiden. Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want gij zijt mijn veste. En hij eindigt die preek met de woorden: bij u schuilen als alles ons ontvalt, ja ook als de kogel ons treft. Die kogel was dichterbij dan hij op dat moment kon bevroeden. Dank u wel voor uw indrukwekkende bijdrage. U heeft uw achter, neven en nicht aan het werk gezet. Nou, mag ik u vragen om 4 steentjes bij de 4 stenen neer te leggen? Er zijn vast nog enkele mensen, zie ik, die nog meer bloemen willen neerleggen. Er is gelegenheid om nu bloemen neer te leggen en daarna zo een moment stil te betrachten. Vriendelijk, mag ik u verzoeken uw hoed af te doen dat we hier een moment stil te betrachten. Dank u vriendelijk. Het is duidelijk dat we vandaag ook met zoveel bloemen eerbetoon willen geven aan de mensen die zich voor ons leven, voor ons land hebben gegeven met hun eigen leven. Het is indrukwekkend om dat hier vandaag te ervaren, zoals elke steen opnieuw een indrukwekkend moment is. We gaan verder naar het volgende adres. En het volgende adres is Vermeerstraat 112. Ja, ik heb jou. 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 Ja,